BNR. Paul van Liemt. Op de fiets van Pool tot Pool. De Nederlander Aart Huig die zit op de pedalen. Hij reist via Canada en Zuid-Amerika richting Zuidpool. Elke maand brengt hij ons op de hoogte van zijn 30.000 kilometer lange tocht. Hij is een paar dagen voor de aftrap was hij hier ook bij ons in de studio. Hij is nu al heel lang onderweg. Aart, voor jou is het geloof ik nacht op dit moment. Waar ben je nu? Ja, goedemorgen Paul. Goedemorgen, het is hier 4 uur. Ik zit in Canada. Net onder Calgary, aan de voet van de Rocky Mountains. En ik weet nog, toen je hier in de studio was, toen je begon, was je eigenlijk vrij laconiek. Dit gaat wel, ik heb me aardig voorbereid, maar ook niet heel bijzonder. Maar het gaat blijkbaar goed, hè, want nog steeds, ondanks sceptische geluiden, nog steeds gaat het dus goed met je. Ik bedoel, toch, je ligt op schema. Ja, het gaat voortvarend. Nee, ik ben nu 2 maanden zit ik op de fiets en bijna 5000 kilometer weggetrapt. Dus dat is 1/6 van de rit, dus ik mag vakantie nemen, denk ik. Ja, daar begin ik op te lijken, ja. Maar ondertussen heb je wel te maken met een zwerversbestaan. Dat heb je al aangegeven. Je kunt je niet elke dag wassen, niet elke dag schone kleren, niet elke dag op goede tijden goed eten. Hoe bevalt het zwerversbestaan? Nee, dat is inderdaad heel gek, maar dat is wel precies wat ik wil. Ik wilde eigenlijk back to basics. Dus gewoon voelen wat echt belangrijk is in het leven. En je hebt precies zoals je het zegt, ik heb geen huis. Dus mijn bank is de straat en het gras natuurlijk. En ik kom vaak, voornamelijk natuurlijk in steden, kom ik de zwervers tegen. Dus wij delen hetzelfde levensterrein. En ik vind het eigenlijk heel lekker, want ik zie weer wat belangrijk is. En dat is heel fijn. Maar je gaat niet zweven, Aart. Wat zeg jij? Je gaat niet zweven. Niet zweven. Ja, ik weet dat het voor jou 4 uur 's nachts is, maar toch, ik bedoel, ik lijkt dat je zegt, weet nu wat echt belangrijk in het leven is. Je bent ook econoom, je had een leuke baan hier. En als je nou leuk vindt tussen de zwervers te leven, denk ik, hij gaat toch niet zweven? Nee, absoluut niet. Nee, maar het is, kijk, je kan je de hele dag gaan wassen en je kan je helemaal omringen door luxe. Maar daardoor verlies je misschien wel af en toe uit het oog wat echt belangrijk is. En op dit moment ben ik bezig, zit ik in een omgeving waarin precies wat belangrijk is. En dat is het contact met mensen op de straat. En dat heb ik volop. En ik was mij misschien maar 1 keer in de week. Maar dat is echt prima om gewoon nog fris te ruiken. En dat geldt ook voor mijn kleren. En wat echt belangrijk is gewoon genieten van de omgeving en van de mensen en de contacten die ik opdoe. Aart, ga lekker nog even slapen. 4 uur 's nachts. Dankjewel dat we gesproken hebben. Over een maand hoop ik je weer te spreken. En dan ben je wel een hele stap verder. Dankjewel. Dit is BNR.